We zijn nu bij de Nobele Hoeve. Margaret heeft ons heel gastvrij ontvangen. De meeste dieren die hier zijn, die zijn gered uit de vee-industrie. Andere dieren hadden hele slechte leefomstandigheden, zijn gevonden langs de kant van de weg. En zij vangt ze hier op en geeft ze hier een beter leven. We zijn hier vandaag om een campagne te schieten voor Wild Animal Protection. Om een beetje aandacht te krijgen voor de dieren in de vee-industrie. Omdat er zoveel dieren in vrij slechte leefomstandigheden leven. Daar willen we graag wat aandacht voor krijgen op deze creatieve manier. Willem is een stier wat hier leeft op de Nobele Hoeve. Mensen hebben misschien echt vooroordelen van ja, stieren zijn gevaarlijke dieren en je moet er ook wel voorzichtig mee zijn. Maar we konden net bij Willem gewoon op zijn kop liggen. We hebben helemaal tegen hem aangekroeld en we konden hem onder zijn kin aaien. En wat dat betreft verschilt Willem, het stier, helemaal niks van de katten die we in huis houden en waar we mee knuffelen en waar we van ons niet kunnen voorstellen dat we die zouden opeten. We hopen met dit project aandacht te genereren voor de dieren in de vee-industrie en ervoor te zorgen dat die een beter leven kunnen krijgen. En ook hopen we hiermee te laten zien dat wij niet veel beter zijn dan dieren. We zijn in principe gelijk.